De herdenking van 176 jaar boerenkolonisatie in Suriname is gisteren somber gevierd met de onthulling van een tweede monument. Deze is onthuld door de burgermoeder van Saramaka, Shirin Bansi Durga, en het bestuur van de stichting Sranamburu. Het monument staat op de algemene begraafplaats van Groningen, omdat de eerste kolonisten daar begraven liggen. Volgens Erik Rijsdijk, voorzitter van de stichting, kwamen de eerste kolonisten op 20 juni 1845 aan in Saramaka. Door een tot nu toe onbekende epidemie zijn in de eerste 6 maanden na aankomst 184 mensen overleden. Hun namen zijn vereeuwigd op het monument. Behalve op de openbare begraafplaats van Groningen zijn de overleden Nederlandse kolonisten ook op andere plekken binnen Groningen begraven, zoals op een stuk land dat nu een sportveld is. Rijsdijk geeft verder aan dat de eerste kolonisten onder hevig protest en vol ongeloof de plantage Voorzorg zijn ontscheept. Daar zouden huizen klaar zijn, daar zou grond ontgonnen zijn, ze zouden wat klein pluimvee hebben, ze zouden wat koeien hebben, ik weet niet, ze zouden van alles was er. Maar wat er niet was, er was geen medicijn, er was geen eten, er was geen drinken. Er waren 9 huizen voor 384 mensen. Pinauten. En er was dus niks. Dus die mensen wilden niet van boord. Een van die dominees heeft ze zover kunnen krijgen om ze te laten zien dat het vruchtbare klei is. En ze zijn, toen hebben ze gezegd van oké, dan gaan we van boord, dan gaan we kijken hoe wat we ervan kunnen maken. In de eerste 2 weken, of na 2 weken, overigens zijn er 4 schepen gekomen met die 384 mensen in juni en juli. Na de eerste 2 weken brak er een epidemie uit en zijn ze ziek geworden en is in 6 maanden tijd 184 mensen, of zijn 184 mensen overleden aan die epidemie. Rijsdijk zegt verder dat de kolonisten een contract van 5 jaar hadden getekend met de dominee waarmee zij naar Suriname kwamen. Na het verstrijken van het contract zijn de weinigen die waren overgebleven weggetrokken uit Groningen. Hij geeft aan dat de stichting Sranamburu in het leven is geroepen om de belangen van de nazaten van de kolonisten te behartigen. Niet dat we voor ze gaan dingen gaan regelen of wat dan ook, maar met name geschiedeniswijs. Dus om ook aan Suriname duidelijk te maken dat wij onderdeel zijn van die Surinaamse maatschappij. Niet omdat jullie niet wit zijn, zijn jullie Surinamer, ben ik het niet. Isabi, dus we zijn allemaal Surinamers, we hebben allemaal onze geschiedenis en we zitten allemaal. Wat dat betreft, het is jammer dat we er zo'n rotzooi van maken in het land. Want we hadden het zo goed kunnen hebben, samen. Maar goed, dat is politiek, liep dat dan zeggen. Want in Nederland worden jullie blanken genoemd, maar in Suriname krijgen jullie de benaming van boeroes. Doordat jullie de witste personen hier waren, als ik me niet vergis. Ja, dat is inderdaad zo. En wat dat betreft is het ook wel grappig om te zien dat als er een in de staan is met een beetje blauwe ogen, is hij direct boeroe. Dus dat is op zich ook wel leuk. Maar kijk, de Nederlanders kennen de geschiedenis van Suriname niet. Ook van de geschiedenis van de boeroes niet. Nederlanders kennen hun geschiedenis eigenlijk niet. Behalve Piet Heijn en noem dat soort zeelieden op. Ze kennen hun geschiedenis niet. Erik Rijsdijk, voorzitter van de Stichting Sranamburu. Volgens Rijsdijk hebben de boeroes een speciale binding met Groningen in Saramaka. Er zijn nu 2 gedenktekens te Groningen en een gedenkput te Voorzorg aan de Saramaka-rivier. Het onthulde monument is tot stand gekomen met donaties van de Nassaten.